Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week casting director Hans Kemna. En er zijn nu tegenwoordig zoveel jonge, talentvolle theatermakers die ook een hele eigen taal hebben gevonden. En we geven het woord aan nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Hans, welkom. Je begon je carrière als acteur. Als acteur, ja. En het was pas later, nadat je Paul Verhoeven ontmoette, dat je carrière als casting director is begonnen. Ik speelde mee. Iedereen denkt dat ik die serie Floris heb gecast. Maar ik speelde daar mee dankzij Rutger Hauer, die mij had aangeraden bij Paul Verhoeven en de producent Max Appelboom. En toen heb ik de boze ridder Govert gespeeld in de Byzantijnse beker. De Byzantijnse beker. Onder regie van Paul Verhoeven. En zo is onze vriendschap ontstaan. En toen hadden we het altijd over casting. Toen zei ik, je hebt mij nodig. Als jij, want hij was een student wiskunde in Leiden. Als jij een film gaat maken, dan wil ik je helpen met casting. Toen bestond er nog geen professionele casting director in Nederland. Dat bestond helemaal niet. Ik ben er echt mee begonnen. Ja, ik ben er absoluut mee begonnen. Er was een dame, Margarethe van Dam, die dat ook een beetje deed on the sideline. Maar ik ben de eerste die echt professioneel is gaan casten, ja. Ja, wat ik altijd heel... al mijn vrienden zijn acteurs. Ik hou van acteurs. Ik bedoel, ik kan niet leven zonder acteurs. Dat klinkt overdreven, maar het is wel zo. Don't Kill the Messenger is een crime comedy film over een postbode die gewoon een pakketje komt langsbrengen bij wat mensen waar die heel vaak komt. Alleen zijn dingen soms anders dan ze lijken. Is hij echt dood? Wat is dit, joh? Met Don't Kill the Messenger denk ik dat ik kan laten zien dat ik als regisseur ook meer plotmatige verhalen, die best wel spannend en ingewikkeld in elkaar zitten, goed kan vertellen. Hey! Mond houden! Het is een 48 hour project, dus we moesten binnen zeer korte tijd een verhaal verzinnen. Als schrijver probeer ik natuurlijk altijd de emoties van de kijkers te raken. En ik probeer ze ook altijd te verrassen met het plot. En dat is bij deze film, denk ik, heel erg goed gelukt. Transverto is mijn afstuuranimatiefilm, waarin ik in een metaforische vertelling vertel hoe je je kracht kan vinden en door kan gaan in het leven. Met deze stijl wou ik een sprookjesachtige setting neerzetten en in korte tijd toch mijn hele film produceren met een wat simpele grafische stijl. In animatie kan ik echt gewoon heel mijn verhaal vertellen en kan ik eigenlijk alles doen wat ik wil. En in film zit je toch wat meer beperkt aan dat soort dingen. In animatie kan ik gewoon alles in vrije loop gaan. En wat moet een acteur je laten zien om te worden gekozen? Ja, dat is heel moeilijk om te antwoorden. Het is heel subjectief, want ik vind jou leuk, maar iemand anders vindt jou niet leuk. Maar ik ga er wel vanuit dat je een soort techniek hebt van het acteren, wat ik onderken, wat ik zie, of iemand kan acteren, hoe zijn spraak is. Het ligt er ook heel erg aan of het voor een kleine zaal of voor een grote zaal. Maar het heeft er ook veel te maken hoe je eruit ziet, snap je? Heb je een verandering gezien in de laatste vier decennia in de manier van acteren in Nederland? Natuurlijk, ze is een stijl van acteren. Ik herinner me nog de Nederlandse komedie, de Haagse komedie van vroeger. Dat was een beetje groot. En dat is niet meer door de invloed van film en televisie, zeker, is dat veel kleiner geworden. Engelser bijna geworden. En er zijn nu tegenwoordig zoveel jonge, talentvolle theatermakers die ook een hele eigen taal hebben gevonden.
Dus de stijl van acteren is zeer zeker veranderd, ja. Hans, hartelijk dank voor je komst en tot de volgende keer. Dank je wel.